Het is bijna december en in Nederland betekent dat natuurlijk Sinterklaasfeest. Maar ook demonstraties tegen Zwarte Piet in Weesp, dat vlakbij Amsterdam ligt, stond een kleine groep activisten bestaande uit Surinamers, Antillianen, mensen met een Afrikaanse afkomst, maar ook mensen met van origine Nederlandse roots. Daaronder stonden ook initiatiefneemster Joyce Kiba en Colin Shorea. Verslaggever Sam Jones maakte voor ons het volgende verslag. Mensen denken dat het leuk is, dat ze grappig zijn. Oh mama, kijk daar, Zwarte Piet. Oh je bent wel vroeg hè, voor de periode van het jaar. Heb je al pepernoten bij je? Dat soort insinuaties. Wat doet dat jou? Nou, niet leuk. Dan heb ik bijna de neiging om iemand gewoon een klap voor zijn hoofd te geven. Het is gewoon heel pijnlijk. No more blackface! Wat vindt u van die demonstratie? Idioot. Idioot? Ja. Maf. Moet je niet met de mensen in gesprek? Ja, maar we mogen het niet, hè? Wij willen heel graag tussen de mensen, zelfs bij het begin van het boot eigenlijk, waar de pieten staan, confronteren. Maar je ziet, we worden geëscorteerd door politiemensen en door een omheining, dus het mag niet. Ik had net een bord bij me. Om met jou hier te kunnen praten, moest ik het bord teruggeven. Er lopen dus ook donkere mensen, die komen ook naar de stoet om te kijken, die hun kinderen mee naar de intocht nemen om dit gebeuren hier te steunen. Moeten er vroeg bij zijn? Ja, zeker weten, absoluut. Ik heb hier een stuk of 80 zwart gekleurde mensen op een boot zien gaan. Ja, daarom moet je je schamen ook als donkergekleurde persoon die hier naartoe komt om dit te steunen. Dit is toch raar? Zelf geen moeite met Zwarte Piet? Nee. Mensen die lachen om racisme! George, jij organiseert deze anti-Zwarte Piet demonstratie. Heel veel mensen hebben heel lang niet doorgehad dat het een racistische karikatuur is. Maar dat noemen ze dus civilisatie, hè? Inmiddels weet je beter. En als ik er nu naar kijk, des te walgelijker ik het vind. Ik ga zelf ook mee demonstreren op Curaçao als ik daar ben, op mijn verjaardag notabene. Het feest wordt daar helaas nog steeds gevierd met Zwarte Piet. Dat moet ook stoppen. Voor mij mogen ze het demonstreren, maar waar moet dat nu hier? Wij gaan hiermee door, we stoppen niet. We gaan hiermee door totdat Zwarte Piet volledig verdwenen is. Aldus Colin Shorea en Joyce Kiba. Dit was een verslag van Sam Jones.